zeggen, heren, voor we beginnen aan deze video zou ik even willen zeggen aan jullie, fijn kerstfeest. Geniet van kerstmis, Merry Christmas! En mag er gewoon een leuke avond van. Ik kijk al heel lang uit naar deze avond. Ik denk dat sommigen van jullie ook al heel lang uitkijken naar kerstmis. Sommigen voor de pakjes, anderen misschien voor andere dingen. I don't know. Mag er een leuke avond van, mag er een leuke ochtend van. I don't know wanneer het bij jullie kerstmis is. Bij mij is het vanavond. Ik hoop dat jullie allemaal een hele leuke, sfeervolle avond gaan hebben met veel lekkere eten en leuke cadeautjes. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog voor deze video. Het wordt waarschijnlijk iets anders wat jullie denken dat het gaat zijn. Soms moet dit ook eens gebeuren. Het is de allereerste keer dat ik dit upload op mijn kanaal. Dus dames en heren, de eerste keer in mijn leven dat ik op huis sta. Dames en heren, vandaag is het dus tijd, zoals ik al zei, voor iets anders. In video's ben ik altijd super happy, super actief, super... zoiets dus. En vorige week kreeg ik een berichtje van iemand op Facebook en die zei... Hoe de fuck ben jij altijd zo blij in jouw video's? Heb jij nooit eens tegenslagen? Maar deze vraag raakte mij op een of andere manier wel redelijk hard. Dat sommige mensen denken dat ik... echt altijd zo happy ben als in mijn video's. Ik heb ook momenten waarvan ik denk, why the fuck leef ik nog? Maar op andere momenten ben ik dan gewoon heel happy, heel blij en hou ik echt met mijn ziel en met alles gewoon van wat ik doe. Van mijn leven, van hoe alles loopt, van mijn familie, school, alles. Soms is mijn leven echt perfect. Op andere momenten, zoals nu, en ik weet niet waarom dat zo is, het is, ik heb zo even een dipje en het komt zo... out of nowhere. En daarom zou ik vandaag met jullie iets heel belangrijk willen delen. Een soort van anekdote, leuk verhaal, iets wat jullie wel iets kan leren. Een soort van levensles. Jullie zijn mijn vrienden. Grootste deel van mijn leven, de hobby die het meeste tijd heeft ingenomen in heel mijn leven tot nu toe. Ik geef meer om jullie dan om wat dan ook. Ik heb natuurlijk ook vrienden hier, ik heb familie hier. Even dat opzij zetten. Jullie zijn... ja. Ik probeer altijd zo leuk mogelijk voor jullie te zijn, omdat ik wil dat jullie een leuke tijd hebben als je naar YouTube kijkt. Ik wil niet dat als jij naar YouTube kijkt, dat jij depressief wordt, omdat ik depressief ben. Nee, als ik een slecht moment heb, ga ik er alles aan doen om leuk te zijn en om mensen op te fleuren. Het hoofddoel van mijn kanaal is jullie laten lachen. Het hoofddoel van mijn kanaal is jou een leuke tijd geven. Niet het hoofddoel dat ik jou depressief maak, dat ik mijn donkere kant met jullie deel, dat jullie mijn video wegklikken en dat jullie denken, what the fuck, de wereld is kut. Nee, dat wil ik niet. Ik wil als jullie kijken naar een video van mij dat je happy bent dat je weggaat en dat je denkt van, hey, let's go! Ik heb al kutte dingen meegemaakt. Ik heb veel dingen waarvan ik denk, waarom? Maar ik probeer me er altijd over te zetten. En dan is de mijn gedachte in mijn hoofd gewoon, ik doe het voor jullie. Ik weet dat ik wel eens een dagje kan hebben waar ik down ben, maar op een dag waar ik me slecht voel, kan ik duizenden mensen blij maken. Dus waarom zou ik gewoon blijven zitten op mijn kamer en wenen? Voor de mensen die weten wat wenen betekent, huilen. Waarom zou ik kwaad zijn op mezelf? Waarom zou ik mijn leven saai maken op mijn kamer, depressief achter mijn computer zitten en naar social media te kijken waar er geen fuck op gebeurt? Als ik ook gewoon mijn camera kan nemen en heel veel mensen kan blij maken. Dat is zoiets dat mij echt verwacht. Warmt. Zelf nu op dit moment, waar ik me een beetje kut voel, word ik gewoon blij. Ik vind het leuk om tegen jullie te praten, ook al zijn jullie hier niet. En dat er hier eigenlijk gewoon een lamp en praat ik eigenlijk tegen niks. Ik weet dat jullie toch kijken naar mij op de een of andere manier. Jullie zitten in deze camera. En dat is gewoon de reden waarom dat ik altijd zo blij ben, zo energiek, zo enthousiast ben in elke video. Ik denk dat jullie nooit een video van mij gaan zien waar ik zo zit, praat zonder intonatie en zeg hoe saai dat mijn leven is. En alle slechte dingen bovenhaal. Zelf kutte onderwerpen probeer ik leuk te maken. Deze week heb ik een video geüpload van gescheiden ouders. Wat zeker niet het leukste onderwerp is, maar ik heb het toch leuk proberen te maken. Ik heb video's gemaakt over hoe ik ermee omga dat mijn papa homo is. Dat zijn dingen die heel erg gevoelig liggen bij mij. En toch heb ik er geprobeerd een leuke video van te maken. Ik probeer dingen altijd zo een leuke draai te geven. Dat het toch leuk is om ook te luisteren naar de negatieve dingen. Jullie zijn mijn leven. Dat kan ik zeggen. Ik ga niet zeggen dat ik leef voor jullie, maar toch 70% van mijn tijd gaat naar jullie. Die andere 30% ga ik gaan feesten met vrienden en heb ik ook een geweldige tijd. Maar dat is iets anders. Ik hoop gewoon dat ik jullie altijd kan laten weggaan van de video. Dat ik jullie kan laten liken. Dat ik jullie kan laten een leuke dag hebben. Met achterliggende in je hoofd. Dat als er iets is, dat ik het hopelijk goed kan maken in de video van die avond. De grootste motivatie die ik heb om elke avond te uploaden. Is stel er is iemand van jullie die een mindere dag heeft. Als hij naar mijn video kijkt. Dat hij hopelijk een beetje beter is. Als je thuis problemen hebt, dat je rustig naar mijn video kan kijken en dat het hopelijk een beetje meevalt. Zo dingen, dat is altijd mijn hoofddoel. Het is nooit mijn hoofddoel om jullie te informeren over actualiteit. Het is mijn hoofddoel om jou te laten lachen en één keer gewoon een smile op je gezicht te laten toveren. Dat je toch gewoon lacht. Dat is zo leuk om aan te denken en het is...
Ik heb er geen woorden voor. Het is zo leuk om jullie dan, ja, als jullie lachen, als jullie een foto kunnen maken met me, als iemand me herkent op straat. Dat is zo leuk om jullie blij te maken. En dames en heren, het is kerstmis. Ik vond dat het perfect was om deze video op kerstmis te maken. Is een andere video iets waar ik iets in uitleg, iets anders waar ik eens uitleg wat er echt achter die camera zit en wat de echte batterij van mijn YouTube channel is. En dat is dat. Jullie laden mij op. Jullie boosten mij om dingen te doen. En als ik haters zie die slechte reacties geven op mij, probeer ik daar nog altijd zo positief mogelijk en zo eerlijk mogelijk op te antwoorden. Ik weet dat ik niet op al jullie berichtjes kan reageren. Ik weet dat ik niet op al jullie Insta-foto's kan reageren. Maar ik probeer zoveel mogelijk te doen. En ik hou van jullie. Ik hoop jullie met heel mijn hart en ik hoop dat ik nog super lang YouTube kan doen. En ik hoop dat jullie een leuk kerstfeest hebben. En ik hoop dat het nieuwjaar ook super leuk is. En ik hoop dat 2015 een heel leuk jaar was voor jullie. En ik hoop dat jullie 2015 leuk naar video's hebben kunnen kijken van me. En ik hoop dat er in 2016 heel veel nieuwe mensen bij komen. En natuurlijk dat jullie allemaal blijven. Dus dames en heren, vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen op deze video. Als jij ooit een keer een mindere dag hebt. Als er ooit eens een moment is in je leven waarvan jij denkt, oh fuck, alles is negatief. Probeer dan de positieve dingen eruit te halen. En probeer toch gewoon nog je dag goed te maken. Want geniet van elke dag. Want zonder dat je het weet kan het morgen allemaal gedaan zijn. En ja, geniet gewoon van elke dag. Geniet zoveel mogelijk van alles wat je hebt. Want dat doe ik ook. En dat probeer ik ook zelf op dit moment. Waar ik een beetje mijn gedachten moet verzetten. Ik heb mijn camera erbij genomen. En ik heb gezegd waarop mijn hart lag. En als ik dan kijk naar de dingen die ik van jullie heb gekregen. Dan word ik gewoon spontaan gelukkig. Dan ja, gek. Echt. Geen woorden voor. Dus lieve jongens en meisjes, doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik zou zeggen, geniet van kerstmis. Maak er een leuk en veilig nieuwjaar van. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, adios. Bitches. Hello.